Veel plezier bij de Pats Boem Show. Goedenavond. Zoals u weet hadden wij 2 jaar geleden bijzonder veel last van muizen thuis. En op zekere avond besloot ik na overleg met mijn vrouw een kijkje op zolder te gaan nemen. En terwijl ik daar zo liep over die grote, schemerige zolder, struikelde ik over een oude rieten koffer. Nieuwsgierig als ik ben, deed ik de koffer open en daar lag hij. Een oude, vergeelde foto van mijn vader. Een doorgroefd gelaat, een wanhopige blik in de ogen, kortom, teleurstelling. En terwijl ik daar zo alleen op die grote zolder op die oude koffer zat, moest ik denken aan mijn eigen jeugd. Aan de lange winteravonden, wanneer mijn vader bij de snorrende salamanderkachel mij zijn levensverhaal vertelde. Toen hij 12 jaar was, kwam hij bij de Zevenkennerij in Groningen. En op zijn 14e verjaardag zou hij van oom Ko, een bekende veehandelaar bij ons in de familie, zijn eerste gele zeilpak krijgen. Maar het zou heel anders aflopen. Toen oom Ko om 8 uur namelijk bij de voordeur stond en mijn vader opendeed, had hij in zijn linkerhand dit kleine zwarte koffertje. Onder doodse stilte liep oom Ko naar de huiskamer en legde het koffertje midden op tafel. Met trillende handen deed mijn vader het klepje open en daar lag hij. Een klarinet. Mijn vader was zeer enthousiast en reeds 's avonds om 22:00 speelde hij uit zijn hoofd het Wilhelmus. Maar mijn opa en oma vonden het allemaal maar niks. Ze waren bang dat mijn vader muzikant zou worden, met slechte vrouwen om zou gaan en aan de drank zou geraken. De tegenwerking was bijzonder sterk, maar mijn vader zette door en in een oud kiphok bij het licht van een karbietlantaarn speelde hij de ene ouverture na de andere. 3 jaar later moest hij van zijn ouders de klarinet verkopen. Hij was inmiddels bij een fanfarekorps gegaan en het verhaal doet de ronde dat hij nog 2 maanden als invaller heeft gewerkt op de grote trom. Daarna nam hij een kantoorbaan aan, maar hij kon het niet harden. Mijn vader ging emigreren en we hebben nooit meer iets van hem gehoord. Ofwel, 3 jaar geleden kreeg ik met de post deze sambabal. Een cadeautje van mijn vader, die toen op een cruiseboot en een Latin American orkest werkte. En terwijl ik zo zat te peinzen aan het verdriet van de oude man, dacht ik, er zijn nog zoveel Nederlanders die talent hebben, die door willen breken, die artiest willen worden, die moeten een kans hebben. En zo begonnen wij in Rotterdam een talentenjacht. Honderden mensen hebben op de bühne gestaan. Honderden mensen hebben de kans gekregen. En wij noemden dat de Pats Boem Show. Alhambra presenteert de Pats Boem Show. Hier is uw presentator, Will Luikinga. Zo, hallo, hallo. Ja, ja, hartelijk welkom in Alhambra. Hartelijk welkom bij een aflevering van de Pats Boem Show. Ik zal u straks uitleggen hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar eerst even een kleinigheidje. Oma Jan, gooi het doek maar omhoog. Laat maar eens zien wat we erachter hebben staan. Gaat langzaam en wat erachter staat. Fantastisch, zo mooi. We hebben namelijk vanavond speciaal een Turks orkest. Want Nederlandse muzikanten werken niet meer op zondag. Vandaar heeft de gek Turks orkest Teamwork. Ja, vanmiddag wel gelachen, want ik spreek geen Turks en zij spreken geen Nederlands. Maar muziek is internationaal, hopen we maar. Vandaar dat het waarschijnlijk best goed gaat. De Pats Boem Show, wat wil dat zeggen? We hebben vanavond een aantal Nederlanders uitgenodigd om te laten zien wat zij kunnen of wat ze niet kunnen. Zogenaamde talenten die nou eindelijk wel eens willen doorbreken. Ze krijgen van ons de kans om 2 liederen te zingen. Bij het eerste lied gebeurt er niks. Bij het tweede lied, dan kan er op de gong geslagen worden en als dat gebeurt is het over. Terug naar af, in de bouw en wachten tot je gered wordt. En omdat we het heel serieus willen doen vanavond, hebben we ook een zeer deskundige jury. En u zult het niet geloven, wij hebben vanavond 3 bekende dames gevonden. Die gaan vertellen of het nou wel of niet goed is en die op de gong gaan slaan als het helemaal niet meer kan. De juryleden laat ik even aan u zien. Wat een snoepies, hè? Oh, lekker, lekker. Goed. Dag Yvonne. Yvonne heeft al heel wat keren meegedaan aan een Pats Boem Show hier naast de Studio 54. Haar banden van de auto zijn 2 keer doorgesneden omdat ze zo ontzettend streng kan zijn. Mag even een geweldig applaus. Yvonne Keely! En de voorzitter van de jury, want zo praat ze een beetje. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Uit Amerika, maar ze spreekt al heel goed Nederlands hoor, niks aan de hand. Donna Linton! En daarnaast, ik wou even iets zeggen voordat ik je aankondig. Ik vind dat je heerlijk ruikt. Zullen we het straks wel even over hebben. Zij is ook al een paar keer in een gongshow geweest. Ze heeft al een paar keer keiharde uitspraken gedaan, maar ze blijft heel aardig, heel lief. Jerney, applaus! Naar een dame toe, er zitten 3 dames en er komt nu een dame die gaat Elvis Presley imiteren. En ik wil er even bij zeggen, ze heet Yvonne Wijsmol. En Yvonne die komt uit Uithoorn, heeft een aantal hobby's waaronder Elvis Presley. En zij denkt ook mee in de speciale prijs. Dat is namelijk degene die het seizoen het beste Elvis Presley imiteert, wordt uitgenodigd om 2 dagen in de tuin bij Eddy Ouwens met dat lampenpak, met al die glimme dingetjes, fietsen, lampjes, brilletje op, rond te lopen. Dus dat is een speciale prijs. En dat is dus door Eddy Ouwens persoonlijk aangeboden. 2 dagen in de tuin met het pak aan. En kijkers, is het niet fantastisch? Als je je zo kunt bewegen op een bühne. Als je zo met je stem een zaal in vervoering kunt brengen. Ik zou het zo graag willen. Ik zou zo graag willen zingen. Maar ik kan het niet. Hij zou wel denken. Maar komt zo, sinds het succes en zo van de laatste tijd, heb ik besloten om in de showbusiness te blijven. Ik spreek nou buik. Buik spreken. Hey, doe maar even weer gewoon een pak aan. Dat is een heel aardige jongen namelijk als hij gewoon is, maar als hij zo als die van Duin staat, dat is niet te geloven. Waarom heb je op de grond geslagen? Ik vind dat je een hele fantastische imitator bent. Ik heb gekeken naar je mimiek met playback. Je doet dat heel erg goed. Zeker. Maar weet je wat ik jammer vind? Ik vind het eerste stuk, dat vind ik te gek. Maar ik vind dat je je liedjes iets korter zou moeten maken en meer zou moeten praten. Want iedereen die kent natuurlijk bloemkolen en de voetbal, et cetera. Ik koop ze ook wel eens hoor. Ja. Je spet het trouwens, weet je dat? Ik vind dat je het heel erg goed doet en trouwens André van Duin is net zo begonnen als jij nu. En wie had Ruud Wijsman anders een kans gegeven? Goed, ik heb in het begin van het programma al gezegd dat Jerney, daar is die even, dat ze ontzettend lekker rook. En daar zit een verhaaltje aan vast, hè? Maar dat wil je waarschijnlijk zelf niet vertellen, want de man die dat veel beter weet zit daar. Dat is Ger, kom er even bij. Dan gaan we even hier op het puntje zitten. Zo. Nou, om te beginnen mag u hem een applaus geven, en hij heeft het nog nooit eerder gedaan. Voor de eerste keer dat hij voor de camera zit. Hoewel, hij is wel tricky, want hij houdt gelijk zijn handel omhoog. Dus wat dat betreft kom je er later wel. Je moet profvoetballer gaan worden. Hè? Ger, luister dus. Er is een Eau de Toilette de Jerney. Wat is dat? Jerney Eau de Toilette. Het zegt het zelf al. Een nieuwe geur in een nieuwe verpakking. Afgestemd op de lievelingskleuren van Jerney. Het pak wat ze droeg tijdens het nummer Weekend. Wat voor ons allen heel bekend is geworden vorig jaar. Ja, ik zeg het dus steeds verkeerd. Ik zeg, oh, de toilet, het Journey, maar het Journey, oh, de toilet. Maar het kleurtje is goed. Hey, luister eens, dat is gewoon een aardige truc. En je gaat naar een bekende zangeres toe en je zegt, moet je luisteren, we nemen een eau de toilet en dan doen we er een leuk kleurtje om. En dan heet dat gewoon naar jou, naar Journey. Of is het toch een beetje anders gegaan? Iets anders, want er is echt een hoop voorbereiding aan vooraf gegaan. De geur is in Parijs ontwikkeld. Journey heeft zelf de geur uitgekozen, uit diverse geuren. De verpakking is helemaal erop afgestemd, nogmaals. En het heeft alles in zich om erg groot en populair te worden in Nederland. Dus je is zelf gaan ruiken, zoals dat heet. Is dat zo? Is dat niet moeilijk? Ja, hè? Ja. Allemaal luchtjes ruiken. En dan heeft het zelf allemaal samengesteld. En nu hebben we dat prachtige Journey Eau de Toilette. Prachtig. Hé, wanneer komt het in de winkels? We gaan het volgende maand op de parfumeriebeurs brengen aan de detailisten. En een korte periode daarna, dus met een kleine 2 maanden, ligt het in de winkels. Dus koop het. Sorry, dus koop het. Ja, dus je moet er wel eens voor betalen waarschijnlijk. Je zou het graag weg willen geven, maar ja, helaas, helaas. Goed, behalve eau de toilet komt er natuurlijk ook nog zeep, spray. Ja, later gaan we het uitbreiden met een stukje zeep, een bodylotion en alles wat de dames lekker vinden. Dan mag jij nog even 1 keer recht in de camera, want je moet het toch ook een keer leren. Mag jij nog 1 keer zeggen, met die flesjes omhoog. Dames en heren, dit is... Oh, Journey. En kijkers, ik hoor u vragen, is dat nodig? Ja, dat is nodig. Wij zijn overal geweest. Bij het CRM, bij de WW, het GTB, de VVV, de sociale zaken en de wegenwacht. En niemand wilde ons voor ons sociale werk subsidie geven. Totdat er een vriendelijke parfumfabrikant kwam en zei... Jongens, ik geef jullie 3000 flesjes. Morgen sta ik op de markt in Uithoorn. Ik krijg gewoon zin om te gaan surfen als ik jullie zo zie, hè? Heerlijk, heerlijk. Surfing, surfing. Bedankt dat jullie even langskwamen. Je wordt niet afgegonkt en dat scheelt weer een heel stuk. Ja! 12 jaar was, meldde ik me aan bij de Zevenkennerij in Nijkerk. En op mijn 14e verjaardag zou ik van oom Jan, een bekende zaadhandelaar uit het noorden des lands, mijn eerste gele zeilpak krijgen. Maar het liep heel anders af. Oom Jan had een trombone meegenomen. En ik was dolblij met het instrument. S'avonds om 10 uur kon ik het Wilhelmus nog steeds niet spelen. En mijn ouders waren er tegen. Artiesten groeien op voor galg en rad. Zij komen in de sloot terecht. En nooit, nee nooit, heb ik 1 keer op mijn trombone mogen oefenen. Ik kreeg de kans niet. Maar Jerry Higgins krijgt hem wel. Thank you very much today. I a little bit your song, the music is. You, Clint Miller, you're America, USA. I a little bit you summer in the mood. Thank you very much. Die. 1, 2, 3, and 4. Menswaarde vind ik dit hoor. Zeer hoog. Hey, die LP van jou komt er wel. Ik weet niet of ik hem draai, maar hij komt er zeker. Dat lachen. Hey, dus ik vind dat je dat fantastisch doet, want er staan een heleboel mensen die staan hier op die bühne en niemand doet wat en niemand lacht wat. En jij bent er nu de enige geweest die de zaal op zijn kop kan zetten. En dat vind ik een extra applaus waard. Eerlijk waar, Jerry Higgins! Coin. Kan je ook goochelen? Wie sloeg er op die groep? Wie deed dat? Alle drie. Ja. Wij hebben gegongd. Omdat het wel... De toonsoort was, ik denk, anders. En er was alleen 1 toonsoort voor... Ja, maar we kunnen niet overal op gaan letten natuurlijk. Dat... Ja. Die komt er ook bij, hè? Ja. Ja. Maar er was alleen 1 toonsoort en er was niet, geen variatie. En... Nee. Nee. Ik hou van je. Ja. Zit erin, zit er dik in. Buiten mededinging, alleen voor mij. Ja, hij speelt nu alleen voor mij. Okay. Jullie mogen even de oren dicht doen. En dan, ik hoop dat hij er nog is, want hij heeft het hartstikke druk en snabbelt zich wezenloos. Hier, hier. Komt hij weer uit het Hilton Hotel. Hij heeft net een diner dans al gehad. Dit is de man en dat is een trompet. Heb je bij je? Oké. Okay. Hij heeft namelijk een roadmanager en die is wel eens een beetje lui en dan vergeet hij die trompet mee te nemen. Wat ga je spelen? Nee, 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 dat hebben we gehad. Jongens, niet in herhaling. Wat gaan we spelen? Ik wil de keuzes aan de muziek laten zo. Aan de muziek laten? Oh, he likes to play what you want to play. Een heel moeilijk stuk in best mol. Ja. Een bluesje. Weet je wat? Ja, dat weet je, een bluesje. Hij gaat nu voor u spelen, weer geheel geblinddoekt, een bluesje! Jerry Higgins! Ja hoor. Als een 9 speelde je het, eerlijk is eerlijk. Jerry Higgins! Kijk eens, het doet mij een verschrikkelijk groot genoegen dat wij vanavond een van Nederlands bekendste artiesten in onze show hebben. Hij laat zien hoe het moet, doorzettingsvermogen, oefening en talent. Hier is hij, Albert West. Love grows stronger every day you're near. Fantastisch. Albert West, en ik vind het zo'n mooi plaatje. Kom even hier, kom even. Even buigen, ik wens een klap voor Albert West. Oké. Goed, ik heb al gezegd, einde van de Pats Boem Show. Alle liefwaardige deelnemers, wie er ook meegedaan heeft, kom even lekker op de bühne. Orkestje, Almajan, het doek mag weer omhoog, daar gaat hij weer. Orkestje, like we start in the beginning, now it's the end, no difference. Oké, daar gaan we weer. Ja, moet het even aan de jongens uitleggen, die zitten hier ook in de slag. Zo, daar komen ze. Ah, Willy Blomsdorff, prima. De man uit Lunteren, geweldig. Jullie moeten samen een duo beginnen, lijkt me te gek, weet je dat? Ja, het lijkt me zalig, Goed, we hadden nog een buikdanseres in Janina, of Janine, en met haar lieve aardige mannetjes. Die waren een beetje aan het omkleden. De man die Sinatra zo fantastisch nadeed. Applaus voor onze jury! En als jullie net zo lekker het wilt ruiken als Jerney, neem dan Jerney, oh de toilet, en binnenkort oh de zeep, en oh de alles. Maar ook je leven kan heerlijk, hè? Samen. Goed. Bloemetjes zijn er en dan gaan we bekendmaken wie de eerste is geworden. Ik wist het niet, ik was het lang weer vergeten. Maar ze heeft een act gemaakt van ruim 10 minuten. De dames zaten met witte neusjes te kijken en dachten, hoe is dat nou mogelijk? Uit Nederland, een dame met een Turkse dans en haar 2 orkestleden. Eerste van vanavond is geworden, Janina! Oh, prima. Ja, goed, dus champagne wordt ingeschonken. Dat was het wat mij betreft. Wat jou betreft ook waarschijnlijk. Leuk dat je gewonnen hebt. Van harte gefeliciteerd. Ik weet niet wie tweede en derde geworden zijn, maar dat doet er ook niet toe. Jij bent de eerste, dat is belangrijk. Oh, lekker zeg. Heerlijk. Goed, ik heb 1 advies, dat wil ik u ook vanavond weer toegooien. Rij en buikdans voorzichtig, denk aan mij. Tot de volgende keer. Bye bye. En een geweldig applaus voor uw presentator Will Luikinga. Dan kan ik weer een beetje normaal doen. Dat waren dan een aantal scènes uit Pats Boem Shows die wij hebben opgenomen in Alhambra in Rotterdam. De productie was in handen van White Tree BV in Hilversum. En als u denkt dat u talent heeft, of als u denkt ik wil best een keer voor de televisie, bel dan even 035 832 314. Ik herhaal 035 832 314. Tot de volgende keer als u ook op de bühne staat in de Pats Boem Show. En zo was u getuige van de première van de Pats Boem Show. Het is de bedoeling dat de Pats Boem Show in zijn originele vorm iedere week te zien zal zijn via Nederland 3. De presentatie was in handen van Will Luikinga. Programmaproductie had White Tree BV in Hilversum. En de videorealisatie werd verzorgd door Nederland 3. En wilt u meedoen in het programma? Hebt u talent of kunt u iets met uw oren? Aarzel niet te schrijven naar Nederland 3. Per adres Stichting Lokale Omroep, postbus 99 in Noordwijkerhout.